Uit onderzoek van de UNESCO is gebleken dat 90% van de schoolbevolking in Zuid-Amerikaanse landen niet kan begrijpen of bevatten wat er gelezen wordt. Slechts 10% kan het gelezen woord begrijpen en verwerken. Dit zegt Remy Polak van de Stichting Pro-Humaniteit. Hij was gisteravond de inleider bij de start van de leescampagne in Hotel Torarica. De bedoeling van deze campagne is de bewustwording van lezen te stimuleren. Ook is aangegeven wat de activiteiten van de stichting zijn. Hebben we ook onze eigen activiteiten. Die voeren wij ook uit. Wij voeren ook activiteiten uit voor anderen. Zo hebben we een eerste opdracht gehad in 2006. Moest er een boekproductie gemaakt worden voor een meerjaren ontwikkelingsplan 2006-2011. Een strategie voor duurzame ontwikkeling van de Republiek Suriname. Pro-humaniteit heeft dat geschreven. Dus wij doen het voor Suriname. Welzijn. We willen welzijn in Suriname. De stichting Pro-humaniteit bestaat uit personen uit verschillende leefomstandigheden. Polak geeft aan wat de voordelen van lezen kunnen zijn. Want lezen, als je leest, heb je minder last van stress. Je hebt minder last van stress. Als je een boek pakt en gaat je inleven, vergeet je de wereld om je heen. Vergeet je alles. Want je bent bezig met dat boek. Stress, vergeet je. Als je klaar bent met dat boek, dan begint hij weer. Dus dat betekent dat je een volgend boek moet gaan lezen. Lezen maakt je woordenschat groter. Kennis van zaken. Je kan meepraten. Je woordenschat wordt uitgebreid. En weet je dat ook lezen het dementeren kan vertragen? Dus wij moeten lezen. En daarom is pro-humaniteit bezig het lezen te stimuleren. Remy Polak, moderator van de leescampagne die gisteren is gestart in Hotel Torarica. Volgens hem heeft een onderzoek van de UNESCO uitgewezen dat een groot deel van de schoolbevolking in Zuid-Amerikaanse landen niet begrijpt wat er gelezen wordt.